Een witte bestelbus is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand in de gemeente Bergendal. De wagen stond geparkeerd aan de Ubbergseweg. Die loopt parallel aan de Rijksweg tussen Beek en Nijmegen. De brandweer ontving de melding rond 4:15 's morgens. Eenmaal bij de brand werd de aandacht eerst gericht op het voorkomen van een bosbrand. Het busje stond namelijk naast het bos geparkeerd. De bestelbus kan als verloren worden beschouwd. Er is nog niets bekend over de oorzaak van de brand. De politie geeft aan dat er ook gekeken wordt naar een verband met de drugsafvallozingen van afgelopen week. De eigenaar van het busje is niet gevonden.